Hallo Bajo. Ik geloof dat iedereen me kwijt is. Ik hoop dat jullie me weer vinden. Ik laat het beeld maar zo staan en dan ga ik de volgende keer kijken hoe ik dat het beste, hoe ik dat moet doen. Allemaal welkom. Ik ga vandaag aan de slag met de jelly plate. Een heleboel van jullie hebben er vast wel van gehoord. Het is gewoon een gelachtige plaat waar je prachtige achtergronden op kunt maken. Ik heb wat voorbeelden gemaakt deze week, zodat je kunt zien wat ik ermee heb gemaakt. Een kaartje, alles met de jelly plate, het vogeltje met afdrukken ervan, de achtergrond. Dan heb je deze nog, ook weer een ander vel. Ook de bloemen zijn gemaakt met de jelly plate. En dit is van hetzelfde vel, maar dan weer heel anders. Samen met de glitterpasta van iSync. Prachtig spul. En dan heb ik deze nog. Alles met de jelly plate. Dus je kunt je eigen achtergrondjes maken. Superleuk en vooral verslavend om te doen. Dus vanavond wil ik jullie laten zien hoe we dat doen. Ik heb een A4 model. Ik heb ook nog een ronde. Dat is leuk voor op kaartjes. Maar het liefst werk ik gewoon met deze A4. Hij is niet schoon. Ik probeer hem altijd zo schoon mogelijk te krijgen. Maar ik vind het ook wel leuk dat op een volgende achtergrond dit allemaal weer erop terugkomt. En die randjes die haal je er zo af. Zo. En wat gebruik je daarbij? Je kunt het doen met acrylverf. En daar heb ik. Ik heb de Liquitex acrylverf. Kleine tubetjes. Ik ben alleen al verliefd op die tubetjes en al die kleuren die je dan hebt. Maar van Amsterdam is goed. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk merk je gebruikt. Maar hier heb ik dan 4 rijen van. Dus ik kan helemaal los. Je kunt ook met neoncolor 2 of met waterverf. Alleen dat breng je dan weer op een iets andere manier breng je dat op. Maar alles is mogelijk. Maar vandaag wil ik jullie de acrylverf laten zien. Ik had hier ook nog een boekje. Ik vind het ook leuk om art journals te maken. En het model was heel anders in het begin. Maar dit is het uiteindelijk geworden. En het is allemaal gewoon met papier. Van de jelly plate. Ik zal het wat dichterbij halen. En die nog. Paint wit glitter. Super leuk om te doen. Dan gaan we aan de slag. Wat ben je nodig? Je jelly plate. Een A4'tje. Om je roller op schoon te maken. Even die leg ik aan de kant. En waar ik het liefst op werk zijn gewoon kopieerpapiertjes. Dus je hebt gewoon een hele stapel met kopieervellen. Je kunt het ook doen op redelijk dun tekenpapier. Niet te zwaar. En dan en verf natuurlijk. En dat ga ik jullie laten zien. Ik kies... Voor deze voor blauw. Ik heb 3 verschillende. Nou ja, hier staat aqua green op. Maar het zit tussen blauw en groen in. En daar breng je een beetje aan. Zo. Op je jelly plate. Hoeft helemaal niet veel. Zo, die zet je erop. Wat ik meestal vergeet is welke kleur ik heb gebruikt. Dan wil ik dat laten zien aan iemand. En oh ja. Niet aan gedacht. Kun je dezelfde plate gebruiken voor alcohol heen? Dat weet ik eigenlijk niet. Even zien. Hoi Alida. Leuk dat je er bent. Ik heb het nog niet met alcohol inkt geprobeerd.
Ik laat jullie nu in ieder geval zien hoe je dat met... En iedereen doet weer op een andere manier, maar hier word ik dus helemaal blij van. Ga gewoon met je braaier, ga je eroverheen. Ik heb het ook mensen zien doen met een kwast, ook geen probleem. Krijg alleen een heel andere structuur. Nou, dan veeg je je braaier schoon op je A4'tje wat je naast je hebt liggen. En dat geeft al hele mooie achtergronden uiteindelijk. En je drukt je vel kopieerpapier erop en je wrijft er mooi overheen. Je aait als het ware over je jelly plate. Je bent gewoon lief voor. En dan krijg je prachtige afdrukjes van. Nou, dan trek je hem eraf. En dan heb je je eerste achtergrondpapiertje. En daar word je toch heel blij van. Leuk voor in de art journal, maar ook om kaartjes mee te maken. Dus, nou zit er nog wat op. Nou kan ik er nog met een ander kleurtje overheen gaan. Bijvoorbeeld een iets donker kleurtje. Het kleurtje wat er eerst opkomt, dat is ook wat je het eerste ziet. Dus... Ik doe die erbij op. Ga er even heel licht overheen. Zo. Nou, die wrijf je daar weer overheen. Zie je, zo krijg je ook al een mooie structuur op je afveegvel. Die er weer over. Hoi Petra. Gezellig dat je erbij bent. Nou, dan trek je die er weer over. Ik vergeet te praten. Gewoon, kijk, en dan heb je een iets andere als deze. Maar weer een ander achtergrondje erbij. Ik heb er al twee. In een paar minuutjes. En dat is alleen nog maar blauw. Zo leg ik die weg. Wat je dus ook kunt doen, is dat je met stencils aan de gang gaat. En dat heb ik hier, heb ik er eentje. Dat is een mooie grote van All Create. En dan zal ik jullie laten zien wat voor prachtige afdrukken je daarmee krijgt. Zo, even die aan de kant. Dan pak ik een ander kleurtje. Dan gaan we voor rood en geel. Nou, nog een andere kleur rood erbij, iets feller. Drie kleurtjes. Twee is ook genoeg, maar ik weet niet op de een of andere manier. Moet het altijd drie zijn. Dan breng ik ook weer een klein beetje van aan. Zo, nou het verschil zie je haast niet van die twee, maar straks misschien wel. Nou, en dan een beetje knalgeel erbij ook. En dan zul je straks zien dat je dat blauwe wat nu nog over is, wat er nog op zit, dat trek je vanzelf mee naar boven. Dus we gaan weer lekker knoeien zo. Zo. Die trek ik daar weer lekker overheen. Je kunt ook een nieuwe pakken voor een nieuwe kleur, maar ik ben altijd wel benieuwd wat eruit komt. Dan pak je je stencil en die leg je er mooi op. Zo. Je pakt weer een kopieerpapiertje of iets anders. En die leg je daar weer bovenop. En je gaat weer lief wrijven over je jelly plate. Je kunt er ook nog met je braaier overheen, dat je het nog een beetje aandrukt. Zo. Kijk, en dan zie je hem al door je A4'tje heen komen. En dan heb je dit. Ik ga
Ho. Nou, zou je die door vieren doen, dan heb je een mooie hoek in je kaart met een bloem. Dus die is prachtig. Die ga ik vast en zeker vaker gebruiken. Nou, en dan zit deze er nog op. Die haal ik eraf. Zo. En dan kun je nog een A4 pakken. Even zien. Die leg ik daar neer. Even naast me neer. En dan ga ik er nog... Ik weet niet wat er van komt, maar... Dan haal je die erover. Nou, dat valt tegen. Maar dan heb je nog iets van een afdrukje. Ik heb altijd een bak met warm water naast me staan. Zo gauw ik klaar ben met mijn stencils, doe ik die in het water. Er zijn mensen die maken ze niet schoon. Ja, ik doe het toch wel. Ik vind het ook wat mooier lijken als ik dan live moet. Maar in principe dan zou het kunnen laten opdrogen. Zo. Nou heb ik er nog een laagje op zitten. En wat ik van de week heb geprobeerd is om daar met een beetje goudverf. Ik moet even in beeld. Mijn verf ligt ver weg. Dat wil ik er zo overheen proberen een beetje. Niet te veel. Zo. Nou, gaat iedereen morgen weer winkelen? Ik wel. Ik wil de ondernemers even steunen. Zo, goudverf erop. En dan doen we de A4 er weer bij op. Zo. Flink aandrukken. En misschien dat blauwe nou meeging, want die kwam net nog niet mee, zag ik. Zo. En dan hebben we zo'n afdruk. En als je, ik weet niet of je het kunt zien zo. Ik zal even wachten, want het loopt iets vertraagd. Ja, je ziet het glimmende wel. Dat is mooi. Daar ben ik al wel weer heel blij mee. Dan heb ik nu al 4 achtergrondjes waar ik weer kaartjes of een art journal pagina van kan maken. Dus het gaat heel lekker snel. Even zien. Ik heb een stencil gebruikt wat je ook kunt gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld deze. Die zijn van All & Create. Dat zijn, die zijn er speciaal voor gemaakt om daar... afdrukjes mee te maken op deze manier. Daar heb ik er, dat is een pakketje. Die zijn heel erg leuk om te gebruiken. Het zijn doilies. Je hebt van Gelpress heb je deze. Dan kun je gewoon zo over je papier heen. Nou, daar heb je dus 1, 2, 3, 4, 8, 8 mogelijkheden voor. Dan heb ik nog... bubbeltjesplastic. Ik weet niet of jullie wel eens een bestelling krijgen waar heel veel bubbeltjesplastic omheen zit. Altijd bewaren. Kun je prachtig mooie afdrukken mee maken. En bijvoorbeeld ribbelkarton, wat bij sommige koekjes erin zit, of je beschuitrol. Kun je ook prachtige, mooie, leuke afdrukjes van maken. En ik heb mijn embossingfolders gepakt. Die gebruik ik in principe niet zoveel, maar als je wat kartonnetjes met je embossingfolder maakt, dan kun je ook daar kun je leuke afdrukjes mee maken. Dus daar wil ik nou nog een paar mee doen. Jullie laten zien hoe dat gaat. En een keer met de ribbelkarton en met de bubbeltjes plastic. Zullen we dat laten zien. Even zien. Zo. Nou, dan pak ik een nieuw A4'tje voor mijn vel om af te vegen. Kijken wat dat weer voor leuks wordt. En dan gaan we een andere kleur pakken. Dan gaan we eens
op de groene toer. Ja, die embossingfolders liggen bij mij in de la. Ik weet niet waarom. Als ik ze zie op een beurs of in een winkel, dan neem ik ze mee, want ik vind ze hartstikke leuk. Maar ik gebruik ze niet. Dom. En ik dacht van, misschien is dit wel een leuke optie ervoor. Zo. Nou, nog een beetje groen. Donkergroen bedoel ik. Groen is het al. Zo. Ja, dat beeld komt omdat ik... Hij staat verkeerd, maar ik weet niet hoe ik hem anders krijg. Dat kan ik nu wel gaan proberen, maar dan zijn jullie me kwijt, denk ik. Ik was jullie net ook al kwijt. Het groen zit erop en je gaat gewoon wat met je jelly play of met je braaier in de weer, zodat je zelf al wat structuurtjes maakt. Zo. Nou, dat vind ik al leuk. Je wrijft hem weer af. En dan gaan we eens kijken hoe we dit gaan doen. Ik weet niet of je het kunt zien. Nou, in elk geval wel op het kartonnetje. En daar nog een beetje. Die kant nog. Mijn kartonnetje kun je het al laten zien. Nou, kijken of je het op papier ook terug ziet. Dat kan haast niet anders. Zo. Maar dan zitten jullie nu waarschijnlijk allemaal zo met je hoofd scheef. Ja. Of de laptop scheef zetten. Zo. Ah, kijk aan. Hier word je blij van. Kijk eens. Prachtig. Nou, dan kun je, als je hem wil gebruiken, je kunt er nog met een mask overheen, met distress inks of iets dergelijks, of nog een soort verf. Maar hier word je al, hier word ik al redelijk gelukkig van. Nou, doen we er nog een en dan met een boomstam. Daar kan ik wel een beetje bruin voor gebruiken, dat is ook wel leuk, denk ik. Zo. En die. Nou, doen we het zo. Beetje bruin. Beetje. Dit zijn wel mooie herfstkleuren. Maar ik wil nu wel weer terug naar het voorjaar. Helemaal niet erg. Ja, die groen is ook gaaf. Ja, zo komen de embossingfolders ook nog een keer weer van uit hun donkere hoekje, denk ik. Nou, ga de bruin weer lekker doen zo. Het is gewoon heel simpel en je krijgt zo'n leuk resultaat. Zo. Nou, dan ga ik kijken hoe dat met de boom. Echte winter mag ook nog. Ja, dan moet die wel heel echt zijn. Even zien, dat is die kant. En je kunt ze rustig een keer weer gebruiken. Ik bedoel, droogt wat op. Het wordt wat dikker misschien. Maar zolang als je nog een mooi resultaat krijgt. Kijk, ik kan het heel goed, hè. Ja. Ik kan nooit geen schone vingers houden hoor, met dit werk. Dan heb ik ook het gevoel dat ik niks heb gedaan. Zo, die erop. Flink aanwrijven. Dat wel. Maar dan krijg je lekker warme handen van. En dan trekken we hem los. Ja hoor. Dan heb je toch weer iets anders. Je moet zeggen, ik vond die met die stipjes leuker. Maar dat ligt aan het embossingfolder.
Maar ook niet verkeerd. Nou, dan heb ik nog een beetje veel erop. Dan ga ik de donkere verf bij opdoen, denk ik. En dan zien of het allemaal... Die. En die. Zo. Er is niet zoveel bij te vertellen. Je moet het gewoon zien en gewoon doen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Maar ga je zo een uurtje zitten, dan heb je zo weer een heel voorraadje bij elkaar. Nou, dan heb ik nog de bubbeltjes plastic. Die kun je ook met gewoon met distress inkt of zoiets gebruiken als je daarmee bezig bent. Eigenlijk kun je het bij elke... Zo. Stukje papier. Zo, nou, ik hoop dat ik alles eraf heb. Niet helemaal, bruin is hardnekkig, maar geeft niks. Komt vanzelf weer. Kijk, nou heb je er bij het groen ook wat bruin erbij in. Maar het geeft toch weer extra structuur. En de bubbeltjes zie je heel goed. Nou, en als je, zou je die direct afspoelen, dan kun je die ook nog wel een keer weer gebruiken. Dus nu heb je toch weer twee hele verschillende achtergrondjes. Nou, en dan wil ik het ribbelkarton nog even uitproberen. Zo. En dat gaan we met de geel tinten doen. Geel. En ik neem er gewoon knaloranje bij. Ik denk dat dat door plastic komt, dat iedereen minder plastic moet gebruiken. Daarom krijg je geen bubbeltjes karton meer. Vaak stoppen ze er nou hele rollen karton bij in. Moeten we daar iets voor vinden om die te gebruiken? Een beetje donkergeel. Zo. Dat spat in ieder geval wel van scherm af, denk ik, deze kleur. Zo. Ja, gewoon printpapier. Niet duur. En je hebt er hele leuke achtergrondjes mee. Nou, dan gaan we met ribbeltjes karton erop. Zo. Die daar. En dan heb ik nog een... ik weet niet hoe die gaat, maar dat is met een... met klokjes erop. Proberen we die ook nog even. Joh, dat gaat ook wel goed, geloof ik. Onder mijn live straks in de webshop, daar vind je de verwijzing naar de jelly plate. Ik dacht dat het rond de 40 euro zat, maar ik weet niet, durf ik niet met alle zekerheid zeggen. Zo. Oh, tafel van 2,20 meter schudt hier helemaal in de weer. Nou, ah, kijk. Je ziet de ribbels en je ziet de klokjes. Dus dat is op zich wel goed gelukt. Even zien, ik trek er gewoon nog eentje overheen. En dan zien wat daar weer van terecht komt. Oh, alles staat al in de webshop.
Je hebt ook kleineren. Of kleinere. Ja, die zijn er ook. Je hebt ook A5. Je hebt cirkels. Ja, kijk, zo krijg je hem schoon. En een mooie afdruk. Deze vind ik wel heel mooi. 28 januari kom ik ook weer online. En dan wil ik jullie laten zien wat ik met deze afdrukjes heb gemaakt. Dus misschien vinden jullie dat leuk. Hoop ik. En dan gaan we dat doen. Nou heb ik hier nog een stencil van Studio Light. Another Love Story. En dat leek me wel leuk om dan over een bestaande stempel, achtergrond die ik heb gemaakt, om daar dan nog iets op te doen. En dat doen we op deze manier. En dan pak ik heel donkerblauw. Ik wil het op deze blauwe achtergrond doen. En dan doe ik een beetje zo. Ik denk dat dat wel genoeg is. Hop, nu zit vast. Zo, nou, maakt ook niet uit. Dat zie je vanzelf terug. Zo. En dan druk ik deze in. Ik doe het gewoon in het midden. En doe ik eerst deze. Op deze manier. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik had hem eraf moeten halen. Maar we gaan gewoon zien wat het oplevert. Ah, kijk. Op zich niet verkeerd. Als je hem dan door de midden doet. En dan nog een keer zo. Dan heb je echt een leuk hoekje voor op je kaart. En je kunt er gewoon door beduren. Maar het was eigenlijk mijn bedoeling. Om die te doen. Nou, dat werkt dus niet. Ik doe het nog een keer. Klein beetje blauw erop. Dat is live. Maar dat geeft niks. Ik zou die gebruikt heb niet weg. Ja, dat klopt. Niet weggooien. Hij is helemaal niet nodig. Lijkt prachtig, denk ik, als achtergrond op een kaart. Nou, dan haal ik hem eraf. Dat was de bedoeling net. Zo. Die kan in mijn tuil met water. En dan had ik nog een blauwe. Dan pak ik die gewoon. En dan doe ik hem wel op de... Even zien hoor, daar. Daar doe ik hem. Zo. Kijk, dat was de bedoeling. Zie je hoe mooi dat is? Nou, dat kun je ook nog zo uitknippen. Dan heb je ook een mooie achtergrond voor op de kaart. Mooie bloem erop, leuke tekst. En je bent al klaar. Ik kan die ronde ook nog wel even laten zien. Dan maak ik even deze schoon. Om nou helemaal vies weg te leggen, dat doe ik ook niet. Maar als er iets op zit, vind ik niet zo erg. Nou, wordt iets schoner. Nou. Dan is het niet anders. Even zien waar ik hem neerleg. Ik zag vanmiddag op Facebook trouwens iemand zeggen die of je... Je jelly plate ook bij kunt snijden. Maar dat zou ik echt niet doen. Dan gaat heel je structuur. Of ja, ik denk niet dat het er mooier op was. Want de doos waar die in zit, kun je hem ook heel goed weer in bewaren.
En anders heb je ook nog wel van die platte dozen. Daar bewaar ik mijn stempels in. Maar daar kun je deze ook heel goed in bewaren. Zo. Dan doe ik die hierin. Kijk, gewoon weer in de doos terug waar die uitkomt. En dan heb je hem perfect opgeruimd. Nou moet ik even die ronde opzoeken. Waar ik die nou zo snel? Ja, ik heb hem. Ik maak de jelly plate schoon met een beetje babyolie. Met water of een billendoekje, dat lukt me niet echt. Maar met een beetje babyolie, dan is die zo schoon. Zo, en dan pak ik er nog een leuk stencil bij. Even zien, dat is deze. Roos. We hebben nog geen roos gehad, hè? Nee. Blue roos. Billendoekje kan ook, oké. Okay. Zo. Die erbij heb ik. Ik heb waarschijnlijk nu te veel verf, maar gaan zien. Zo. Dan leg ik mijn stencil erop. Even zien. Nou kun je een beetje mooi uitzoeken. Ik wil die bloem graag. Dus dan doen we die erop. En die. Flink aandrukken dat je goed tussen die stencil doorkomt. Nou. Voilà. Een beetje verschoven zie ik. En als je die eraf haalt, dan heb je nog een afdrukje. En dan kun je ervoor kiezen om hem nog te vullen. Maar ik kies er deze keer denk ik voor om hem er zo op te doen. Ik wil toch zien hoe dat lijkt. Dan moet je aan de slag met je jelly plate, Ingrid. Leuk om te doen. Neem hem volgend jaar gewoon of in november gewoon mee in het huisje. Nou, kijk. Mooi toch? Leuk achtergrondje. Nog een mooie bloem of een vlinder erbij op. En klaar is je kaart. Even zien. Wat kan ik nu nog laten zien? Wat willen jullie nog zien? Even kijken. Of ik nog een leuke achtergrond heb. Ja. Ik ga nog een mooie roze bloem op het groene vel doen. Dat vond ik wel een hele mooie combinatie. Roze en groen doet me altijd denken aan doe maar. Dat is uit mijn tijd, denk ik. Ja, vast wel. Zo, doen we die nog een keer. Even zien, ik kan ook een ander iets doen. Dat is deze, die is misschien ook wel leuk. Die druk ik erop. Kijk, dat is al een mooi achtergrondje op zich. En dan druk ik hem in het midden, want daar was niet zo'n grote afdruk. Zo. Nou, dan heb je op je groen heb je nog roze. En je kunt verder gaan met cirkels, totdat je hem helemaal heb bedekt. Zo kun je maar doorgaan totdat je denkt van nou is mijn achtergrond echt perfect. En dan droog je hem en dan kun je hem gebruiken. Even zien, daar heb ik die nog.
Dus er hoeft geen witte verf over om een afdruk te krijgen. Nee, dat hoeft niet. Dat doe je als je foto's over wilt brengen. Dan doe je de witte verf achter en dan krijg je de afdruk op je papier. Maar met dit hoeft dat niet. Ik heb alles laten zien voor vandaag. En ik hoop dat jullie de 28e terugkomen om te kijken wat ik van al deze afdrukjes heb gemaakt. Deze vind ik ook wel heel erg mooi. Zo zie je, in een half uurtje, drie kwartier ben je zo een paar afdrukjes verder. Deze is ook prachtig met dat goudverf. Dus gebruik vooral die ook, want het geeft echt goudbrons. Lijkt ook heel erg mooi koper. Die. En ik was vandaag natuurlijk al een beetje aan het oefenen geweest. En eergisteren en eigenlijk de hele week al. Maar dit is het resultaat van een middagje bezig zijn met de jelly plate. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. En laat ook vooral eens een keer zien. Ja, dat kan ik wel gaan doen, Ine. Daar maak ik gewoon wat kaartjes van tevoren en ik zal er ook eentje live mee maken. Gaan we dat doen? Nou, dan wens ik jullie een heel fijn weekend. En hopelijk tot de volgende keer. Fijne avond, fijn weekend.